We staan hier op het Schumannplein, vernoemd naar Robert Schumann. Een beetje verderop een metrostation, Robert Schumann. En Robert Schumann, dat is de vader van Europa. Hij is degene die echt aan de basis ligt van die Europese politiek zoals we die vandaag kennen. En het hoogtepunt van zijn carrière, dat was 9 mei. 9 mei 1950. Dat is het moment waarop hij een persconferentie organiseerde en zei van: ik stel voor om vanaf nu Frankrijk en Duitsland te laten opgaan in één groot Europees ding dat de kolen en de staal moet gaan beheren. En kolen en staal, dat klinkt saai, dat is ingewikkeld, dat is technisch. Er is niemand die opgewonden raakt van kolen en staal. Maar dat was de grondstoffen van defensie. Je maakt geen tanks van plastic. En de oorlogen tussen Frankrijk en Duitsland gingen ook altijd over het verwerven van controle over die kolen- en staalbekkens, Elzas-Lotharingen, de Ruhr. Door dat nu samen te gaan beheren, nam je de reden weg om oorlog te maken. De Duitsers hebben meteen gezegd van: wij doen mee. En België heeft gezegd, en Nederland en Luxemburg en ook Italië, van: wij zullen ook meedoen. Dat is het begin. Toen is de EGKS opgericht, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. En vanaf dat moment werden beslissingen over kolen en staal niet meer door die landen apart genomen, maar voor de eerste keer door iets dat boven de landen stond. De EGKS, met een hoge autoriteit. En 9 mei, het is een dag die de geschiedenis is ingegaan. Het is vandaag nog altijd de Europese feestdag. Op 9 mei hebben al de ambtenaren die hier in de Europawijk werken, 9 mei is een vrije dag. Dan zijn er hier ook, dat staan hier dan overal standjes en in de parken hier rondom ook. En je kan dan Bulgaarse hapjes gaan eten en gaan luisteren naar de Zweedse muziek. En de landen stellen zich voor en iedereen viert feest, omdat het 9 mei is, de geboortedatum van de Europese Unie van vandaag. Schumann's miracle.